Het was echt een lieve jongen. Het was een schattenbout. Het was echt een schattenbout. Dus ja. De vriendin van Wesley, de 16-jarige Ricely, kan het nog steeds niet bevatten. Ik kan het nog steeds niet geloven. Wesley was iemand. Zijn vrienden vonden hem altijd al grappig. En iedereen kon om hem lachen. Hij was af en toe wel vervelend met zijn grapjes, maar dat was juist het leuke aan hem. En hij kon altijd iedereen een goede bui zetten. Ook al kende je hem niet goed van goed. Toch had je het gevoel dat je ook bij hem terecht kon als er iets was. Als we samen waren. En wanneer hij bijvoorbeeld dan weer wegging, wanneer hij dan weer naar huis ging. Dan had ik altijd het gevoel alsof een deel van me weg was. Wesley groeit hier op, in Rotterdam-Zuid, voordat hij het afgelopen jaar naar Den Haag verhuist. Volgens zijn vriendin was hij een sociale jongen die gek was van voetbal. Hij speelt in de B1 van de Haagse voetbalclub VCS. Wesley is fanatiek, heeft een sterk linkerbeen en traint ooit zelfs een keer mee bij voetbalclub Sparta in Rotterdam. Niet alleen Ricely, ook zijn vrienden op school missen hem enorm. We missen de lol die hij maakte, we missen de grappen die hij maakte. We missen gewoon de gezelligheid van hem. Ja, stil en met elkaar over de jongen praten en veel verdriet natuurlijk. Hoe is het in de klas geweest deze week? Nou, het is afgelopen week heel stil geweest, dus bij niet gelachen. Heel soms even een klein geintje, maar niet dat groot geintje of zo, dat er heel hard werd gelachen. Maar het is de afgelopen week gewoon heel stil geweest, ja. Wat was Wesley voor jongen in de klas? Ja, lief, rustige jongen. Je kon altijd met hem lachen. Hij gaf me altijd tips welke meiden voor mij geschikt waren. En daar ben ik hem wel dankbaar voor. Wesley was iemand, hij toonde altijd liefde en respect naar iedereen. Dat deed hij gewoon uit zichzelf. Wesley was echt een goed persoon.